Hallo en welkom bij de Bossenmarkt. Daar zijn we weer vandaag. Een hele bijzondere Bossenmarkt, want vorige week was het nog deels op de parade en deels op de markt verspreid. En nu is het toch wel weer gecentreerd, verder uit elkaar gezet. Dus het gebied van de markt is veel groter geworden. We gaan rondlopen, we gaan kijken. En ik heb ook gehoord dat Thierry Baudet van Forum voor Democratie op de markt gaat rondlopen straks. Dus die schiet ik nog even aan om vragen te stellen. Dus het wordt een leuke, gezellige, boeiende Bossenmarkt. Kom. We hebben toch een mooie snor. Och, Kein toch. Hoe is het? Goed, jongen. Hoe ben je door de coronatijd heen gekomen? Nou, niet zo goed. Twee vakanties besproken en het is helemaal niks. Ja, maar je leeft eigenlijk van vakantie naar vakantie, hè? Ja, precies. Maar je krijgt een ander leeft naar de kerst. Maar jij leeft altijd naar een goede vakantie. Met je gezin altijd, hè? Ja, natuurlijk. En nou, dit jaar? Ja, we zien wel, hè. Maar het kost altijd geld, hè. Want je moet het betalen. Als je niet gaat, moet je toch betalen. En dan krijg je een bonnetje voor volgend jaar. Maar ja, is de hotel dan nog wel? Ja, dat is ook de vraag natuurlijk. Maar ik heb gehoord dat op 20 juni Turkije weer open mag voor toerisme. Ja, dat klopt. Maar ja, wel allemaal monddoekjes op. En de oudere mensen mogen niet naar buiten. Je moet in de hotel blijven, dat is ook niks. Maar jij bent toch helemaal niet oud, Joop? Nee, jong. Was dat wel waar? Nee, dat is niks nul. Volgend jaar misschien maar. Wat is jouw allergrootste hobby, Joop? Dat heb ik eigenlijk nog nooit aan jou gevraagd. Je allergrootste hobby? Dat is dansen, hè? Potjo, hè? Ik zag jou... Bij de Indo's, hè? Ik zag jou potjo dansen, ja. Ja, klopt. Maar verder is dat ook afgelopen, hè, jongen? Dat is je dansen? Ja, dat is voorlopig ook niet meer, hè. Het is allemaal, als je nou ziet hier op de markt, hoe druk het is. En terwijl dat de mensen allemaal anderhalve meter nou... Zitten wij anderhalve meter? Nee, volgens mij ook niet. Ja, zoiets, volgens hè? Volgens mij ook niet. 3 meter, ja. Joop, nog een vraagje. Heb je wel eens een keer spijt van gehad? Van iets in jouw leven? Spijt in mijn leven? Nee, kan ik niet zeggen. Ik heb altijd een goed leven gehad, een dubbel leven. En nog? En dubbel leven, omdat je heel veel beleefd hebt. Ja, precies. Het is net of je dood gehad, maar dat is toch zeker... Nee, dan wachten we nog even. Maar het zal niet lang meer duren. Hoe oud ben je nou? Ik ben pas 76. Oké, en hoe oud denk je dat je wordt? Nou, misschien een jaar of 80. Nee, je wordt veel ouder. Nee, je wordt echt ouder. Jaartje 4. Nee, dat is niet waar. Nee, vind ik niet leuk. Vind ik echt niet leuk. Ah, daar word ik verdrietig van als je dat zegt. Nou, ik word niet verdrietig, want ja, ik weet dat zeg het dan, is. Zeg dan gewoon, ik word 89. Dan kan ik dan nog wel met een vrolijk gevoel naar huis gaan. Nou, ik zal vertellen, als ik gezond blijf, dan is het al belangrijk. Maar ik geloof het niet. Ik denk een jaar of 80. Nog 4 jaartjes nollen, dan moet je mee. En als jij dan gewoon uiteindelijk dan, nou, maakt niet uit, maar ik noem even 89. Zou jij mij dan een plezier willen doen? Ja. Als jij 89 bent, ja. En ik kom van jou afscheid nemen, hè? Ja. En dan lig jij in die kist, hè? Ja. Met alleen een string aan. Een gele. Een gele string aan. 3 schroeving. Nee, want jij bent een zonaanbidder. Ja, dat klopt. En dan spuit ik in die kist alles bruin zonder zon. Oh, lekker. Maar dan moeten we wel 14 jaar nog wachten. Dat moeten we wel beloven. Ja. Klopt, jongen. Het is goed. Zo is goed. Schelle uit. Hey, Betty. Ah, jongen. Nou, ik heb de lipnat gesproken. Wie heb je gesproken? De Lippert.
De Lippert? Ja, de Lip. Laat hier de Lip vandaan. Is de meneer. Oh, die ja. Die kar. Als je wilt, mag je die foto's zien. Maar hij wil niet op beeld. Nee, dat hoeft ook niet. We hadden het natuurlijk vorige week over. Dan kan ik de foto's krijgen en daar dacht ik dat je net zin. Ja, maar hij doelt natuurlijk op vorige week, hè? Zijn moeder. Je bent ook in de pijp geboren, hè? Een van de laatste. Ik ben eerst door de pijpleidingen gegaan. Dat kan je goed zien. Maar ik denk dat jij met de zuignap gehaald bent. Dan kan je een beetje. Hij begint toch weer. Zo achterpoor kop, hè? Een beetje met de zuignap gehaald. Bert, je moet er niet mee spotten, want er zijn echt mensen die zo geboren zijn die zitten te kijken, jongen. Waarom? Dat maakt toch niks uit. Wanneer ik dan hoe ik geboren ben? We hebben een heel dik brilletje geboren. Ik ben een beetje mooi opgedrukt, maar ik was een lille kindje, hoor. Maar ik ben mooi opgegroeid. Herg jij ook wel eens dat mensen dan zeggen, daar hebben ze een kindje. En dan, als dan echt een lelijk jong is, dat de mensen dan niet zeggen, wat is een lelijk jong. Dan zeggen ze, oh, een apart kind. Nee, dat heb ik niet. Dat is echt gebeurd. Ik heb wel eens een keer gehad, toen ik in de lady kantje keek. En ik denk, verrek, dit is naast zijn mond. Dat heb ik wel een keer gehad. Meneer Baudet, mijn arm is net iets te kort, dus ik kom 3 centimeter te kort. Heeft u daar probleem mee? Ik overhandig het zo. Dit is volgens mij 1,5 meter. Dit is precies, hè? We doen hier een actie met heel veel actieve leden van Forum voor Democratie. Om te vieren dat het land langzaam weer open gaat. Om onze standpunten te presenteren. Om de kloof te overbruggen die ontstaan is de afgelopen tijd. Omdat we allemaal binnen zaten. En ook om weer even lekker onder de mensen te zijn en van Den Bosch te genieten. Nou ja, van Den Bosch genieten is ja, met de grote G. Met de hoofdletter G. De zachte G eigenlijk. We staan hier in de huiskamer van de Bossche Stad. Wat zijn de reacties op Forum? Want ik hoor iemand voorbij komen die een beetje loopt te schelden en zo. Dat maak je natuurlijk ook vaak. Mee. Ja, maar ik vind het over het algemeen heel erg enthousiast. Kijk, natuurlijk, niet iedereen is fan van Forum en dat hoeft ook niet in een democratie. Maar er zijn heel veel mensen die vinden het leuk om met ons een praatje te maken, die vinden het leuk om wat te vertellen. We proberen ook een aantal ondernemers te bezoeken en te horen wat wij nog meer voor ze kunnen doen. We besturen natuurlijk ook mee in Brabant, dus we kunnen ook vrij direct dingen voor mensen betekenen. Ja, dat alles tezamen maakt het tot een hele energieke, leuke dag. Zeg, had je dit eigenlijk kunnen verwachten? Ik ben persoonlijk al lid vanaf het eerste uur van jouw prachtige clubje. Maar had je dit kunnen verwachten dat het zo groot zou kunnen worden? Nee, dat heb ik niet verwacht. Het komt natuurlijk allemaal door Theo. Het komt allemaal door Theo, ja. Nou, we hebben natuurlijk wel veel fantastische mensen. Dirk-Jan Epping is hier ook ergens. Dat is onze man in Brussel. En het nieuws komt natuurlijk wel heel erg naar ons toe. Dus we hebben enorm gelijk gekregen, helaas. Met de kosten van de euro, met de immigratie. Met de noodzaak om de belastingen te versimpelen en te verlagen, zeker nu. Dus er zijn wel heel veel thema's nu waar Forum heel erg aansluit, denk ik, bij wat er leeft onder de bevolking. Maar dat we zo snel de grootste partij van Nederland zouden worden, had ik zelfs niet durven dromen. Nou, weet je wat je heel erg goed doet? En dat zie ik dan. Je pakt de nieuwe media. Je bent eigenlijk een politieke beweging 2.0. Je schuwt niet om zelf, bij wijze van spreken, een televisiezender te beginnen. Of in ieder geval je filmpjes aan te kegelen. Ja, dat doe je goed. En daar blijven anderen achter. En ik zie nu wel langzaam dat het begint te komen. Ja, degene die het wiel als eerste heeft uitgevonden, heeft de voorsprong. Ja, wij hebben echt 10 of 15 keer zoveel bereik op social media dan alle andere partijen bij elkaar. We hadden net een filmpje van Theo Hiddema gisteren in de Tweede Kamer. Dat is nu al in totaal op al onze kanalen bij elkaar meer dan 800.000 keer bekeken. Ja, dat zijn aantallen die niemand evenaart. En dat maakt het mooi en makkelijk voor ons om mensen ook direct te bereiken. Want je hebt natuurlijk veel vijanden in de media. Ja, media, want je bent ontzettend fan van onze grote publieke zender, hè? Nee, ja, kijk, we hebben nu ook een Twitter-account gezien dat bijhoudt wie van welke partijen hoe vaak de gast is. Ja, het is gewoon absurd. Bijna alleen maar PvdA, D66, GroenLinks, nog een beetje VVD. Maar wij en andere stemmen, die zijn gewoon afwezig of bijna afwezig. Dat is niet goed, dat is niet evenwichtig. Nou ja, Ongehoord Nederland komt er natuurlijk aan. Alleen een trucje dat ze nog even een jaartje moeten wachten. Ja, dat is natuurlijk ook zeer gemeen. Dus daardoor kunnen ze niet meedoen in de verkiezingstijd. Ja, het kartel weert zich, verdedigt zich op allerlei manieren. Maar wij zijn hier om daar een beetje doorheen te breken. Hoe kan men lid worden van het Forum? En wij gaan daar geen piepjes over zetten. We gaan het gewoon recht voor zijn raap zeggen. Hoe worden mensen lid van Forum voor Democratie? Ga naar fvd.nl. En klik op Word lid. En het kost €25 per jaar. En dan hoor je bij de grootste politieke vernieuwingsbeweging van onze tijd. Ik krijg een bankpasje. Ook met dat. Je naam erop. Ja, ook dat. Dankjewel, Thierry. Heel graag gedaan. Dankjewel dat je er was. Meneer. Ja, zeker. Zeg, ik hoorde u net een hele rare opmerking maken naar Thierry Baudet. Nou, die blonde vrouw was veel mooier, hè? Ik hoorde ook een klein Tilburgse accentje. Dat zit bijna goed. De Tilburgse zien bij ons al zon opkomen. Ik ben een Oosterwijker.
Een Oosterwijker. Maar hoe zetten dat plat? Oosterwijk. Oosterwijk. Oosterwijk, ja. De keibaan. Nee, dat is Tilburgs. Oh. De keibaan is Tilburgs. En Zeezaand ook. Zeezaand. Zeezaand. Dus je zit zo'n beetje tussen Den Bosch en Tilburg in. Ja, maar elke gemeente heeft zijn eigen dialect. Hoe kan dat eigenlijk? Gewoon, als je een bepaald dialect niet mogelijk is, dan zal het veranderen. Ja, maar waarom hebben dorpen... Dat vroeger uit, hè? Dat ja, weet ik ja, maar waarom is dat dan? Ik snap dat nooit zo goed. Ja, dat weet ik ook niet. Waar praat ze in Friese bijna Deens? Ja, dat is waar. En zelfs in Den Bosch zijn er 4 of 5 verschillende dialecten Bos. Ja. Dus ja, raar is het. Ja, wel leuk. Maar die, Den Bosch is ook een beetje bij elkaar geraapt, volgens mij. Er is Rosmalen bijgekomen. Maar wie hoort Oosterwijk nou? Oosterwijk hoort er steeds bij Oosterwijk. En welke gemeente zit er dan nog meer in? Haren? Haren komt erin. Dat volgend jaar pas. Moergestel, Heukelom. En dat is eigenlijk alles. Dat is ook een beetje bij elkaar geraakt, zootje dan? Ja, ongeveer wordt. We hebben nou het achtertuintje. Ja, ja. Hey, maar het gaat ook af en toe los in Oosterwijk, hè? Nou, we hebben op een gegeven moment een hele goede wethouder gehad. Maar die vond dat hij beter hier op het provinciaal huis zat. Dus die is verkast. En de problemen in Oosterwijk met de overlast, is dat een beetje opgelost? Welke overlast? Overlast van, zou maar zeggen, dat wat ze tegenwoordig jongeren noemen. We hebben in Oosterwijk geen last van. We hebben in Oosterwijk echt geen last van. Het zijn allemaal lieve jongens in Oosterwijk. Oh, dan is goed. Lieve kindertjes. Problemen van de week? Probleem van de week? Dan gaan we eerst naar de Agassi, of wie die gozer. Die dorpje in Amsterdam, hij komt al bij Nederland in met de wijf met die struisvogel medaille horen. Die Mulder man. Mulderke is hij. Die. Agassi of wie dat? Ja, dat is op één bedoel jij. Ja, op Agassi heet hij. Ja, ik weet niet hoe die heet, maar het lijkt erop. Hij ja. komt op Afghanistan, de man. Ja. Dan zit hij op een demonstratie voor tegen geweld. Hij gaat daar staan te schreeuwen van, als je een zwarte piet tegenkomt, schub ik hem in elkaar. Ik vind het ook maar agressief. Dat vind ik agressief. En ik vind, hij hetzelfde als Geert Wilders, alleen hij is de witte wereld Geert Wilders. En hij is de zwarte wereld Geert Wilders. Ik vind dat hij... Exact... Hij zegt Weert Gilders, zeg jij. Weert Gilders. Ja, maar... Luister, joh. Jij weet dat ik... Neuscorrectie. Nee. Jij weet dat ik dyslexie heb, een beetje. Hè. Hoe doe je dat? Dyslexie, en dan doe ik hem allemaal voor de gek houden. Ik hou jou niet voor de gek. Nee, maar jij bedreigt mij steeds. Jij bedreigt mij steeds. Elke keer krijg ik een neuscorrectie. Ja, nee, maar... Ja, nou ben ik bedankt. Hè. Nou weet ik het niet meer. Ja, maar hij heeft de stand te roepen van als ik een zwarte piet in zijn gezicht. Ja, ja. Nou, dan heb ik zitten kijken. Er stond er iemand met een bord, zwarte piet moet vrij. Weet Zwarte Piet nou met Amerika te maken? Toch niks? Nou. Dan stond er iemand. Nederland, je moet je eigen schamen. Hoe hoef ik mijn eigen schamen als in Amerika iemand doodslaan? Daar kan ik er niks aan doen als Nederlander zijnde. Nou. Ja, maar jij bent op standaard binnen je alle racist, hè Bertie? Dat weet je. Jij? Nee. Ja, maar dat zeggen ze. Dat zeggen ze. Ja, dat als je niet... de waarheid zegt, dan ben je racist. Nee, dan moet je wel niet weten wat je zegt. Heb ik scheid aan wat je zegt? Ik ben daar niet. Want ik heb met iedereen, ik heb met jongens, donkere jongens gesport, ik heb met iedereen gesport. Dat ben ik niet. Maar bij hun zeggen, daar ben ik niet mee eens. Waarvoor moet ik me nou gaan schamen wat in Amerika gebeurt? Nou, dan stonden ze door allemaal over Zwarte Piet, hè. En Rutte heeft nou al gezegd dat Zwarte Piet, die heeft zijn eigen handboek in de ring gegooid, dat Zwarte Piet, Zwarte Piet bestond niet meer. Dat is klaar. Nou, hoefde eigenlijk al niet meer over te discussiëren over Zwarte Piet. Daar zijn we weer, bij Van de Veer. We gaan een bloemetje uitkiezen. Kom, we gaan een bloemetje uitkiezen. Eens kijken hoor. Is het een keer een mooie, Adrie, een beetje roze? Is dat mooi? Ja, denk ik wel, of niet? Ja, het lijkt me. Met een rode, de blauwe, dat is ook wel mooi daar. Die ja, ja. Dat ja, maar dat is zo'n primaire kleur, zo'n harde kleur. Ja, ik hou er zelf wel van. Oh.
Hoe lang is geleden jij een bloemetje hebt gekocht voor jouw vrouw? Heel lang geleden. Heel lang geleden. Oh, ja? Ja. We hebben er van de week nog eentje geritseld voor niks, hè? Ja, dat klopt, ja, want er zijn zo, die had ik niet zelf gekocht. We kregen er een, we hadden een bloemetje van de week gedaan. Van de familie die 60 jaar getrouwd was. Dix, mevrouw en meneer Dix. En toen kregen we een bosje bloemen. En ik weet zeker, dan ga ik gezegd, dat schatje is voor jou. En toen zei ze... Die had ik niet zelf gekocht. Geweldig. Nou, ik ga toch die roze doen, die vind ik wel mooi. Ja, dat is een mooi bos. Dat gaan we geven aan een bijzondere persoon die we tegenkomen op de mat. We weten het van tevoren nooit. Het verhaal dat erachter zit weten we ook niet. Van de Veer, ja, met de rug bij Perisport voor de deur. Ze zijn ietsjes opgeschoven, maar ze staan bijna op hun vertrouwde plek. Van de Veer, bedankt maar weer. Hoe lang is het geleden dat je van hem bloemen hebt gehad? Nou, met mijn verjaardag. Hoe lang is dat geleden? Een maand. Dat is 100 jaar geleden. Hou even vast. Goh, spontaan. Zeg dat jij bloemen hebt gekocht voor jouw lieve vrouw. Dankjewel. Dat is toch niet normaal, hè? Hey, romantische manier. Dan wilde jij zeker ons geheim weten. Nee, ja, een beetje wel. Een beetje wel. Vertel eens een stukje van het geheim. Dat zeg ik niet, want dan weet jij het ook. Oh, maar dat weet ik wel. Vertel eens. Houd vast. Houd vast. Alsjeblieft, ik krijg een bosje bloemen al. Nee, die is voor jouw vrouw. Die wil ik veel heel. Die geeft hem nou aan de gifte, doet ze een lekkere kusje erbij geven. Ook nog? Ja, natuurlijk. Nee, want ik zag jullie staan. Ik denk gezellige mensen, dat dacht ik. En er hoort een mooi bosje bloemen bij. En ik heb bewust een roze uitgekozen. Ik weet niet of dat past. Roze en paars. Echt waar? Ja. Oh, dat is leuk. Hey, en hoe lang zijn jullie getrouwd? 22 jaar. Wat snel, hè? Heel snel. Heel erg snel. En is je altijd lief voor u geweest? Ja. Gelukkig wel. Heeft u nooit eens een keer flink tegen uw kont aangetikt? Elke dag. Ja, is dat fijn? Lijkt wel een paar puntjes. Dat is het geheim. Dat is het geheim. Volgens mij vindt ze het nog lekker ook nog. Ik denk het ook. Ja, ze is stil genieten. Ze houdt haar mondje dicht. Maar oeh. Maar ja, maar dat maakt niet uit. We houden nog steeds van elkaar. Bij wie heb ik eigenlijk het genoegen? Met Willy. Willy en? Marianne van Os. Een echte bossenaren. Ja, ik kom bij jou ook wel eens op de camping. Oh echt? En ik ga de bomen opengooien. No. Oh, ik ben dat schilderen. Yeah. Oh, dat had ik helemaal niet in de gaten, jongen. Oh ja. Oh, daar heb ik zoveel klachten van gehad van zijn schilderwerk. Nee. Het zal wel meevallen. Oh, leuk. Ja, ja, ik zie ze natuurlijk heel veel mensen. Ik ken wel gezichten, maar ik weet ze nooit zo goed te plaatsen. Hey, en nog plannen, want de 22 jaar getrouwd, over 3 jaar. Hopen we uit deze ellende te zijn met die 1,5 meter. Feest of geen feest? Of, ja. Ik zie tegenwoordig veel meer mensen die zeggen van ik doe het lekker close met mijn gezinnetje en ik ga iets leuks doen. Die grote feesten, daar heb ik het idee van dat daar een beetje minder aan het worden is. Nou, ik zou wel een feestje willen geven. Ik hou wel van een feestje. Dat dacht ik wel. En misschien ook iets leuks met gezin. Allebei misschien wel. Kent zo lang over. Hij maar schilderen. Kent zo lang overwerken. Hij maar schilderen en ik hem maar afwassen. Hey, geniet van elkaar. Geef de bloempjes aan de vrouwke. Ja, nou, mooi hè. Kusje nog, hè. Wacht even, kusje nog. Ja, ja. Oh, de romantiek. Het spettert er hier echt vanaf. Moet je ook een kusje hebben dan? Nou, ik maak het net uit. Zeg, mevrouw Kunstgras, mat. Ja. Hoe is het met uw kokos? We hebben kokos, man. Kokosmat, we hebben allemaal. Zeg, ik heb toch een vraag, hè? Het is hier toch wel stilletjes. Op de daar waar jij stond. Want jullie zijn verplaatst allemaal. Ja, ik stond bij de put. Nou, zitten we in de put. En nu zitten we in de put, inderdaad. Het is gewoon niks. Nee, dit is helemaal niks. Dit hebben ze gewoon helemaal verkeerd ingeschat. Maar hoe moeten we dit dan oplossen? Ja. Want ik snap wel dat ook degene die het bedenken met de handen in de haar zitten. Er moet iets. Ja. Maar er zijn wel mensen, ondernemers, die toch wel van het beleid. Toch wel slachtoffer worden. Het is zo niet bedoeld, hè, door de gemeente. Laat het even duidelijk zijn. Hè, maar dat wat op de tekentafel bedacht is... Werkt niet. In het echt. Nee, en dat is wel zelfs door de eigen mensen dit bedacht. Daar is het ergste van. Maar het advies... Ja, mag heel, heel brutaal zijn. Hè, en ik hoef helemaal geen omzet of zo te weten. Hè. Maar hoeveel klantjes heb je nou vandaag gehad? 5. Dat is niet eens 1 per uur. Nee, kom je niet aan, nee. Dus je zit aan ongeveer een 3/4 klant per uur. Ja, druk hè. Maar als dit zo doorgaat, wat ga je dan doen? Dan moet ik even kijken.
Ik zou je dat zeggen, is toch niet de buurman hiernaast, die heeft 2 klanten gehad. Churros? Ja. Vanaf vanmorgen. Ja, maar dan als het niet lukt, bedoel, dan houdt het toch een keer op, lijkt mij. Op een gegeven moment houdt het op, ja. Kijk je even aan, dan gaat het over, denk ik. Dat is niet leuk meer zo. Ja, ik heb geen oplossing. Nee, oplossing is denk ik niet, anders had ze die wel bedacht. Nee, hoop ik. Ik zou zeggen, matten zijn verplicht bij elke winkel en elke horeca om de corona onder de voet uit te vegen. Ja, eigenlijk wel. Jij bent de hofleverancier. En we hebben een mooie matten verhangen, of niet? Oh ja! Oh, dat zie ik nou pas. 1,5 meter. Ja. Oh, kijk. Oh, dat had ik nog niet gezien. Nee, wat wil je nog meer? Maar verkopen ze? Nee, heel de horeca in Den Bosch of helemaal geen winkel heeft hem gekocht. Zelfs de gemeente die het wel daar aangeboden had, dus... Eigen ideetje is altijd goed, maar ideetjes van een ander... Altijd beter. Je ziet ze wel liggen, maar die komen niet van ons af. Henk, je bent zo ver van de groentekraam af. Ja, dat klopt. Het staat tegenwoordig in Friesland, heb ik gehoord. Nou, Friesland is lichtelijk overdreven, maar wel buiten het buiten de rivieren. Een mooie centrum van de Mos. Waar mijn hart eigenlijk wel heel erg ligt. Want ja, wij staan al meer dan 120 jaar op de markt. Mijn oma 40 jaar, mijn vader 50, ruim 50. Ik zelf alweer 30 jaar actief. Ja, ik ga er altijd met heel veel plezier naartoe, behalve vandaag eigenlijk. Er is een herindeling gekomen en wij snappen alle problemen wel, want ja, het horeca wil uitbreiden. De non-food wil weer uiteraard ook weer terug naar de markt toe. Ja, daar zijn we dus plannen aan het maken, maar ja, tijdens de plannen zijn we er toch wel achter gekomen dat het voor sommige kooplieden hele zware offers zijn. Toevallig ben ik er dan zelf ook eentje van. Wat ben je nou aan het doen dan? Want ik zie met briefjes. Ja, folders aan het aanbrengen. Deze hebben wij vorige week dus ook al uitgedeeld. Aan de klanten, dat wij dus op het Loefplein staan. Ja, omdat we verzet zijn. Alleen dit is wel een hele rigoureuze verzetting. We zitten momenteel, de dag genomen, even gekeken, nog niet op 20% van de normale omzet. Ja, dat is niet acceptabel. En zeker niet voor een markt als Den Bosch. Want ja, het is gewoon een hele leuke, gezellige markt. Maar ja, ik ben net even aan het rondlopen geweest met de marktadviescommissie. We hebben ook gezien dat eigenlijk dat er ook nog wel een aantal knelpunten zijn. Dus er gaan ook nog wel... veranderingen komen eigenlijk. Alleen, ja, het is een beetje van bovenuit wordt te veel gekeken naar vakjes. Wij kooplieden worden in vakjes geplaatst. Een kraam is 3x4 meter. En dan kun je met AutoCAD heel mooi intekeningen op een tekening, maar in de werkelijkheid werkt dat niet. Want deze kraam, die werkt als die kraam of anders als die kraam. Dus ja, op een gegeven moment gaan ze schuiven. Terras krijgt meer plek. Met het gevolg, het terras wordt naar buiten gedrukt. Met het gevolg dat onze Henk niet meer op zijn plek kon staan. Dus naar het Loefplein toe. Nou, eerlijk is eerlijk, kansloos. Ik ben overigens niet de enige die naar het Loefplein is gegaan. Want er zijn meer jongens geweest. Ja, we hebben net mensen gesproken die nog minder dan aan die 20% zitten. Er zat er eentje aan de 4%. Ja, nou, dat klopt ook wel. Want er staat een nieuwe koopman. En ik gun alle nieuwe bloed op de markt de beste kansen. Alleen, die hebben ook de minste rechten. En ja, oké, die is iets aan het opbouwen. Die een paar weken lekker hier tussen mogen staan toen de non-food naar onze spijt op de parade stond. Ja, die jongen hier even een paar weken toch leuk kunnen draaien. En nu staat hij daar. En ja, daar kan hij ook niks doen. Eerlijk is eerlijk. Alleen, je moet wel kijken, je kunt niet iedereen naar de zin maken. Eerlijk is eerlijk. En dan moet je dan gaan kijken naar de belangen van eigenlijk de... Ja, de oudste ondernemers, de goede ondernemers, die er altijd zijn, die door weer en winter zijn. En die dus ook een waardevolle betekenis voor de markt hebben. En heb je met deze woorden die je nou spreekt ergens al houvast gevonden binnen de organisatie? Nou ja, er is vandaag zijn er allerlei partijen aan het rondkijken van waar gaat het niet goed. Sommige mensen die zien bepaalde problemen niet, anderen weer wel. Sommige mensen zien ook geen belangen. De belangen van de ondernemer. Die denken van oké, ondernemer hier of daar, maakt niet uit. En ik wil niemand een vingertje wijzen. Alleen, ik zie wel dat er bij bepaalde partijen onkunde zit. En die onkunde, ja, dat nekt weer sommige ondernemers. En daar heb ik zoiets van, laat mensen die er verstand van hebben, praten. Ik zelf zit in 3 verschillende marktadviescommissies in verschillende plekken. In Den Bosch hebben ze me ook regelmatig gevraagd om erbij te komen. Maar dit is toch een complexe markt. Ik heb een behoorlijk druk bedrijf. Ik heb een vrouw die helaas ja, ook gezondheidsproblemen heeft. Dus ik heb gewoon de tijd er niet voor. Dus eigenlijk zou ik hier de belangen willen behartigen.
Ik ben er vandaag ook heel erg mee bezig. En ik heb altijd met iedereen het beste voor. En het gaat niet over mezelf, hè. Het gaat over ons. Wij maken de markt. Wij maken het centrum. En dat vind ik ook het mooie ervan. Komt hier de stad binnengereden en staat in een bos. Wij maken een bos. Ik zit er al over te denken. Vannacht op pad te gaan en overal een bordje eronder spuiten. Kapot erachter te zetten. Wij maken een bos kapot. Nou zit ik niet zo vandalistisch in elkaar, hè. Maar als je dit zo door zou gaan zetten, ja, dan gaan we wel de binnenstad een stuk verliezen. Nou, dan krijgen we Eucalypta Halsema en Grabbeljanus. Grabbeljanus? Grabbeljanus, met dat babbelcupje, dat bottenbabbelcupje, met dat brilletje op, Grabbelman, Sofita. Ja, grappenhuis. Ja, er staat een babbeltje, er staat een bottenbabbeltje. Het is een briljantje. Ja, die kregen allebei deur tot ze het niet meer zouden redden. Want in het begin waren ze kaarswart aan het maken. Nou zijn ze bang dat ze allebei het baantje verliezen. En nou houden ze elkaar de hand boven het hoofd. Er waren 10.000 van die demonstranten. En ze wisten de politie wist al om via boeken, want dat is nou bewezen, dat er 4.000 mensen zouden komen. Om 2:30 wisten ze dan? Ja, dat wisten ze al. Nou. En zij bleef gewoon aan. Dat is toch belachelijk. Wat moet er dan gebeuren? Wat moet er maar gebeuren? Met haar. Moet zij eruit? Zij moet eruit. Zij moet, kijk, dat is onvermijdelijk. Dat is net wat die ene mens zit van die een dokter. Die zegt, luistert, zegt hij, daar moet ik weer zoveel uren voor gaan werken. Daar heeft hij gelijk in. Dat is helemaal waar. Oh, nou weet. Dan wil ik ook nog even kwijt. En Sylvana Simons, die zat nou ook weer tot een burgemeester moet blijven, hè. Maar weet je wat ik van Sylvana Simons niet snap? Ze komt uit Suriname. Ze praat nooit over de decembermoorden. Praat ze nooit over wat er gebeurt. Ze praat nooit over Boutussen. Er is niks zo corrupt en waar zoveel geld weggesluisterd heet als Suriname. En ze ziet ons aan Nederland is alles fout. Wij zijn goed aan Nederland. Waar het goed aan Nederland is. Ja, volgens mij, bij hun niks. Ik ben gelukkig in Nederland. Nog wel, of? Ik ben gelukkig in Nederland. Ik heb jou als vriend. Ja, maar je wil elke keer wel mijn... Een dikke cameraman is mijn vriend. Je wil me wel elke keer een neuscorrectie geven. Ja, maar ik moet eerlijk zijn tegen elkaar. Ik doe ook eerlijk tegen jou. Nee, je moet eerlijk zijn tegen elkaar. Nou. Ik vind jou trouwens wel een beetje Gary Glitter nou. Ja, daar komt een keer stof. Dat zit helemaal onder de glitters. Ja, daar komt een keer stof, die gooit een beetje af. Jongen, dat kan je niet maken, die stof die glitters slaken wordt. Nou weet ik het weer. Dan gooi ik van de week naar de kroeg, ik moest onze mic hebben. Ik denk, moest ik er een brief invullen? Of ik koorts had, of ik verkouden was, of ik last van mijn lucht. Ik dacht ook bij de huisarts zat in plaats van de kroeg. Dat is toch niet meer normaal, jongen. Daar word ik toch patiënt van. Paul. Je staat nu op de Bossenmarkt, je hebt een tijdje op de parade gestaan, wij zijn niet geweest. Ja. Heerlijk, we hebben zo genoten van onze vrijheid. Oh ja, ja. Ik heb ook genoten, want de parade is een prachtige plek, maar ja, daar hadden wat meer mensen moeten komen, bijvoorbeeld. Nou ja, ja, weet je, het is zoals het is. Hey, luister, ik vraag jou met klem om even het programma af te kondigen, want we zijn klaar. Oké. En wat moet ik daar dan van, wat zal ik er eens van zeggen dan? Nou, deze meneer Roos en zijn compagnon hebben weer een fantastische dag op de markt beleefd. En ze waren niet op de parade. Dat hebben wij heel erg huilend moeten missen de afgelopen 4 weken. Maar gelukkig, wij staan weer hier. En meneer Nol komt ons elke week weer becommentariëren en plezier met ons maken. En voor deze week was dat hem dan.